voorsprong. Op de tweede plaats Donder Vreo. Die wordt geflankeerd door de in het tweede spoor opererende Hemshelef Boko. Daarachter volgt dan Eva Hallink die de aansluiting gaat bewerkstelligen met het leidend viertal. Op de vijfde plaats aan de binnenzijde dan Albert H. Wat dichterbij probeert weer te komen Fleur Starlake. En daarachter op een drietal lengte Canon de La Douce en vergeet Godiva Flevo. Paarden gaan de laatste... Uitgeschakeld, één galop. Nummer 1, Voppa Twietel springt eruit, wordt uitgeschakeld. Dat betekent dat Hemshelef Boko nu tezamen met Donder Vreo de strijd is aangegaan. Als ze dan de laatste meters ingaan met aan de leiding Hemshelef Boko. Aan de buitenzijde probeert Eva Hallink treinwinst te boeken. Maar het is Hemshelef Boko aan de binnenkant op de tweede plaats. Dan Donder Vreo, daarachter Eva Hallink. En we gaan de laatste meters in. En het is Hemshelef Boko met Willem Brouwer. Op de tweede plaats Eva Hallink. Derde is daarachter dan Fleur Starlake. Uitslag van de zesde koers is officieel. Koers werd gewonnen door nummer 5 Hemshelef Boko, Willem Brouwer, in een kilometertijd van 1:21.9. Tweede geplaatst nummer 3 Eva Hallink, derde de 8 Fleur Starlake, vierde de 2 Donder Vreo en vijfde de 4 Albert H. 5-3-8-2-4 officieel. En uw naam? Tony Wevers. We gaan met Tony Wevers namens de Nieuwstad Lelystad op weg naar Wim Brouwer. Geweldige winnaar van de Nieuwstad Lelystad. En Volvo Jacob Schaapprijs. We danken ook Jacob Schaap voor zijn bijdrage aan deze meeting hier op de baan van Emmeloord. We doen even de proppen terug in de oren bij Hemshelef Boko. En nog zit hij vol dadendrank. Ja, Wim, van harte. Het is, ja, dat kan ook. We hebben hem erbij. Ja, Wim, hoe moet ik nou staan? Naar de camera of naar het publiek? Wat zeg jij? Naar het publiek. Toch naar het publiek, hè? Ja. Sorry, jullie zien ons op de rug, jongens. Je kreeg hem niet helemaal. Kom een stukje deze kant. Je kreeg hem niet helemaal cadeau. Nou, ja, ik wist dat hij goed was. Ik was van start al goed weg. Ik lag derde paard aan de binnenkant. Dat is, als je een keuze moet maken met opkomende paarden, een moeilijke positie, blijven zitten, raak je ingesloten. Hij ging zo goed in het voorwerk, ik ben van eigen kracht uitgegaan. Dat was het verhaal inderdaad en hij liep natuurlijk in één rem ook al goed. Ja, daarom en werd hij door Hinder terecht eruit gehaald. En ik kom zo. En gereden om te winnen, dat is gelukt. Lekker Wim, hoe sta je ervoor? Jaap hiervoor en Erik en ik dicht bij elkaar. Ik tweede Jaap, en Erik derde nu, dus mooie strijd. Triootje rond was vast. Ja, zeker weten, ja. Heel mooi, Willem. Dankjewel. Kom maar terug, Mark. We gaan Wim Brouwer herenigen nadat namens de Nieuwstad Lelystad de bloemen zijn overhandigd aan de winnende pikeur. En met de sponsor even op de foto als mooi aandenken aan deze dag hier op de baan van Emmeloord. Hemshelef Boko, 5 jaar deze donkerbruine hengst. Kent de bol uit Shea Boko, gefokt in Duitsland. Bezit van Stal PD, trainer Bas Krebas. En een 2-1-heid vandaag met Willem Brouwer. En ook Willem doet dit jaar weer mooi mee in de strijd om de titel bij de amateurs. We zijn natuurlijk alweer over de helft. En dus kunnen we met de kampioenschappen gaan rekening houden. Geef hem een groot applaus. De winnaar van koers 6, de Nieuwstad Lelystad. Volvo Jacob Schaapprijs, Hemshelef Boko, Willem Brouwer. Deelnemers, start vrij. De zesde koers, paarden rijden aan. Standby. Start gevallen.
De paarden zijn onderweg, dames en heren, voor de zesde koers, de amateurkoers. En het is na de start aan de start van het veld een galopade voor de nummer 7, Godiva Flevol. Loopt alweer, maar heeft wel wat terrein verloren. We gaan er tussen de eerste bocht in met een langgerekt veld onder aanvoering van Voppe H. Twietel. Voppe H. Twietel heeft een lengtevoorsprong op Donder Vreo. 2,5 lengte daarachter komt naar de derde plaats de nummer 5, Hampshire F. Boko. Met de vierde plaats dan voor Eva Hallink. En zo zijn we aan de overzijde van de baan. Een gat van 5 lengte dan tot Albert H. 5 lengte daar weer achter Fleur Starlek. Op 3 lengte daarachter volgt Canon de la Douce. En een lengte of 10 daar weer achter is het dan Godiva Flevo. Ik heb het u al gemeld, een langgerekt veld in de ganse pas de eerste 5 paarden. Onder aanvoering van Voppe H. Twietel, die een lengtevoorsprong heeft op Donder Vreo. Derde positie voor Hampshire F. Boko, de vierde plaats daarachter Eva Hallink. In vijfde positie volgt Albert H. De zesde stelling is dan Fleur Starlek waarneembaar. Met op de zevende plaats daarachter dan Canon de la Douce. Een grote achterstand is er voor Godiva Flevo. Als de paarden door de manege bocht de rechte lijn voor de tribune inkomen. Straks met het passeren van de finish is er nog 1 ronde te gaan. Nog altijd Voppe H. Twietel, de leider. Voppe H. Twietel heeft een dikke lengte voorsprong. Op de tweede plaats Donder Vreo. Hampshire F. Boko ligt derde. Vierde is Eva Hallink. Vijfde aan de buitenzijde Fleur Starlek. In zesde positie Albert H. En daarachter dan Canon de la Douce. En los ligt Godiva Flevo. Zo worden we de laatste ronde in gebracht door Voppe H. Twietel, die een lengtevoorsprong heeft op het thans opkomende Hampshire F. Boko. Gaat in het tweede spoor op jacht naar de leider. Aan de binnenkant ligt Donder Vreo. Daarachter op de vierde plaats Albert H. Galoppade voor Fleur Starlek. In vijfde stelling ligt aan de buitenzijde dan Eva Hallink. En zes is Canon de la Douce. In zevende stelling is het nu de thans weer lopende Fleur Starlek. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde nog altijd Voppe H. Twietel met een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Donder Vreo. Die wordt geflankeerd door de in het tweede spoor opererende Hampshire F. Boko. Daarachter volgt dan Eva Hallink die de aansluiting gaat bewerkstelligen met het leidend viertal. Op de vijfde plaats aan de binnenzijde dan Albert H. Wat dichterbij probeert weer te komen Fleur Starlek. En daarachter op een drietal lengte Canon de la Douce en vergeet Godiva Flevo. Paarden gaan de laatste uitgeschakeld 1-1 galop. Nummer 1, Voppe H. Twietel springt eruit, wordt uitgeschakeld. Dat betekent dat Hampshire F. Boko nu tezamen met Donder Vreo de strijd is aangegaan. Als ze dan de laatste meters ingaan met aan de leiding Hampshire F. Boko. Aan de buitenzijde probeert Eva Hallink treinwinst te boeken. Maar het is Hampshire F. Boko aan de binnenkant op de tweede plaats. Dan Donder Vreo, daarachter Eva Hallink. En we gaan de laatste meters in. En het is Hampshire F. Boko met Willem Brouwer. Op de tweede plaats Eva Hallink. Derde is daarachter dan Fleur Starlek.